Welkom bij een nieuwe aflevering van Next Level. Vandaag gaan we het hebben over ledenwaren, ambacht en digitalisering. Bij mij is branchedeskundige Dave Kwaadvlieg. Ja, Dave, in retail, waar zijn jullie dagelijks mee bezig? Nou, in retail is de grootste brancheorganisatie retail non-food. Mode, wonen, schoenen en sport. Voor schoenen en sport is mijn verantwoordelijkheid. Wij proberen het ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, hoe ondersteunen jullie daar precies bij dan? Ja, we ondersteunen ze op allerlei gebieden, behalve op inkoop. Dat moeten ze echt zelf doen. Maar voor de rest in het ondernemerschap in de volle breedte. Ben ik benieuwd, hè? Een vreemde tijd voor iedereen, denk ik. Welke trends zie jij binnen de schoenenbranche? Het is heel erg een online tijdperk aangebroken. Dat zien we alleen maar extremer worden. Dat heeft ook te maken dat de consument veel meer online zich aan het oriënteren is en ook aan het kopen. Ja, dus je zult daar moeten zijn waar de consument is. Dus dat, daar proberen wij ook op in te spelen. Zodat we daar ook facetten aanbieden die het ondernemerschap makkelijk gemaakt wordt. Ja, Dave, we hebben net een aantal voorbeelden gezien van digitalisering. Ja, welke vormen zie je daar precies in de branche? Nou, er zijn heel veel verschillende vormen. Mensen die een geautomatiseerd kassasysteem hebben, voorraadsysteem hebben, tot mensen die al heel actief zijn met hun eigen website en daaraan gekoppeld ook al allerlei platformen. Ja, dat is een enorm groot verschil. En niets is fout, maar er moet een tandje bij. Op welke manier moeten deze ondernemers volgens jou aan de slag gaan hiermee? Nou, ieder op zijn eigen tempo. Maar als je deze tijd ziet, dan zou ik daar versnelling in aanbrengen. Ja, die noodzaak was nooit zo extreem. En nu is die noodzaak wel heel extreem. Is dat nou een hoge drempel voor de lokale ondernemer? Ziet dat er anders uit dan voor de grotere jongens in deze maatschappij? Nou, de grotere jongens hebben dat al meegenomen in hun ondernemerschap. Dat zit in, dat is een aparte winkel, de webshop. En voor de kleine ondernemers, ja, zij doen het er even bij. Die drempel is in zoverre hoog voor ze, omdat ze eigenlijk te laat begonnen zijn. He, ze hadden al bezig moeten zijn met dat stukje online. Consument bepaalt in alle toonaarden. Hij bepaalt de snelheid. En als je daar niet in meegaat, dan is het wellicht afhaken. Welke trends zie jij binnen de schoenenbranche? We zien heel erg de trend dat het formele dat wat af aan het nemen is. Hè. In deze tijd hebben we ook wat minder recepties, wat minder bruiloften. En thuiswerken? Thuiswerken is enorm gestegen de laatste tijd. En dat houdt in dat ze gemakschoenen, sneakers, ja, die blijven het gewoon goed doen. Ja, Dave, even ter afsluiting. Een tip voor de retailer. Nou, een tip van de ondernemer thuis. In ieder geval de ondernemer zal moeten zorgen dat hij online vindbaar en zichtbaar is. Dat is de allerbelangrijkste tip. Want de consument staat altijd aan. Die consument is altijd goed voorbereid omdat hij zijn mobiel of zijn tablet altijd bij de hand heeft. En zich daar altijd op zal oriënteren voor zijn volgende winkelbezoek of zijn volgende aankoop. Moet ik dan denken aan eigenlijk het verplicht starten van een webshop? Nee, dat is aan de ondernemer zelf. Wij verplichten niets. Het moet in je zitten. Maar je moet en je zal online vindbaar en zichtbaar moeten zijn. En dat wil niet zeggen dat je een webshop moet hebben. Ja, ik neem aan dat digitalisering ook consequenties heeft voor het voorraadbeheer. Ja, voorraadbeheer is heel belangrijk. Als we allemaal met dezelfde artikelcodering werken, wordt het heel gemakkelijk. Want uiteindelijk gaat het erom de juiste voorraad op het juiste moment op de juiste plek. En dat kan alleen maar als we met elkaar de juiste gegevens uitwisselen. Alleen, we zijn al een aantal jaar met elkaar aan de slag. En dat gaat niet in de hoogste versnelling, kan ik je vertellen. Dave, ik wil je graag bedanken. Graag gedaan.